YouTube, dat zijn we weer. Nog steeds op 13 augustus. Het is vandaag zaterdag de 13e. En dat is eigenlijk voor mij een feestdag. Vanwege privéredenen. You look really rocking. Serieus. Dat is een hele slechte pun en dat weet je. Dus we zouden deze trainerschoen kunnen skippen door gewoon hier zo omheen te lopen. Maar de experience, ik denk dat we hem goed kunnen gebruiken. Want vergeet niet, tot nu toe hebben we niet zo'n goede ervaring met de gymleiders van Kanto. Nee. En Bolt moet sowieso nog geleveld worden. Ja, op Bolt ga ik ook niet echt proberen te rekenen eigenlijk. Sterker nog, waarom heb ik hem nou op eerste plaats gezet? En als je me een keertje zo ziet graaien, dan probeer ik een vliegtje voor mijn neus. Een hele kleine klote vliegjes. Close combat, ja, daar ken Aquarion wel aan. Jawel. Toch? Aquarion, ho maar! Jeez, het heeft veel schade. Alle Eevees zeggen ook hoi YouTube. Hoi zeggen! Hoi! Yo bro, hun kunnen de chat niet lezen. Dus ik ga dat nog niet eens voorlezen wat je daar zei. Nee. Dus niet meer doen. Nee, stoute jij. Dankjewel, Fiverr. Dan heb je een waarschuwing, want je hebt het al meerdere malen gedaan. Ik vraag mij af waar in één keer die stem van Fiverr vandaan komt. Geen idee. Oké, nou we gebruiken gewoon een Hyper Potion, maar we hebben één keer Surf gebruikt, dus... En ja, laten we Bolt inderdaad maar heel eventjes... Het is de Rock Gym, dus... Meestal Rock Ground. Even kijken, ik denk... Ja, Aquarion die heeft maar level 46, dus die heeft de meeste levels sowieso nog nodig, dus... Ja, ik weet dat Infernape Firefighting was, maar... Vaporeon die heeft een hele goede defense, dus die zou er eigenlijk tegenop moeten kunnen. En een Ferelligator in Rock Gym. Ik wist dat ik Leafeon op nummer 1 had moeten zetten. Nee joh bro, dat bedoelt hij niet zo. Het is gewoon liever... Drop it. Kijk. Okay. Ja, in Kanto zaten eigenlijk twee grondtype gyms. Ja, technisch gezien niet. Twee? Ja, want Giovanni was ook op dat gebaseerd. Die was ook op ground gespecialiseerd. Maar Brock is meer op steen gebaseerd. Alleen, ja, aangezien dat hij een Geodude had en een Onix. Ja, dat zijn allebei steen grondtypes. Dus ja, daar werkt inderdaad stroom niet tegen. Oké. Okay. Misschien is Gyarados of Magikarp confirmed. Nee, dat is bij Red. Ja, de grap zou nog steeds Red zijn. Nou, we hebben geen schade ontvangen. We hebben alleen een beetje PP minder. Ik zou zeggen, we gaan gewoon save. Oh boy, ik maak me zorgen. Oké, here we go. Nou, ik vind het wel wat grappiger dat Blue oorspronkelijk dan in Heart Gold Soul Silver een allrounder gym is geworden. Maar ja, hier is het randomizer, dus alles is allrounder ondertussen. Maar ik vind het sowieso wel leuk dat ze oorspronkelijk een allrounder hebben gemaakt. Ik vind het wel leuk. Ja. In verband met gewoon ook tot het veel leuker is tot je... Niet met één type Pokémon gewoon een heel team kan sweepen. Wow! It's not often that we get a challenger from Johto. I'm Brock, the pure gym leader. I'm an expert on Rock-type Pokémon. My Pokémon are imperious to most physical attacks. You'll have a hard time inflicting any damage. Come on! Oké, dankjewel, Captain Falcon. Maar, I will quote you on that, want ik durf te wedden dat jij geen één steentype hebt. En hij heeft 5 Pokémon. Dit kan zwaar gaan worden en... Magikarp! Ja? Oh, I'm good! Finally!
Ah, ik vind het nou zo erg! Hij is het niet! Wie zei het? Wie zei het? Fairy Tail, je hebt gelijk. Hij zei, misschien is Gyarados of Magikarp confirmed. Nou, het is confirmed. Magikarp, level 51, met de aanvallen Splash, Tackle en misschien Bounce! Hij gebruikt Splash over Jolt! Sweet Mystical Bouncing Dragon dinges! Jammer is, we kunnen hem niet vallen! Ik wil hier nog niet eens een Pokémon voor swappen. Sorry, Magikarp. Als een tweede weer een Magikarp is, kan ik keihard lachen. Dan ga ik huilen van lachen. Hippopotas. Wacht eventjes, dat is inderdaad een grondtype. Ik weet niet of het ook een steentype is, maar... Wat? Hippopotas. Grondtype is het zeker, maar ja, alleen grondtype geloof ik. Die echt zoveel afleveringen. De ene keer dat Mume er niet bij is, natuurlijk. Snippertje, je bent net te laat. Je hebt de awesome carp gemist. Ja. Ja, je hebt veel gemist. Pupitar. Dat is ook grond. Dat is nog steeds grond. Volgens mij is dat steengrond en wordt dat later dark grond. Of nee, dark rock wordt dat. Dus Brock houdt zich wel een beetje aan zijn type. Ja, rock. Ja, maar voor een randomizer vind ik het knap dat hij zich een beetje aan de types houdt. Ja, oké. Okay. Erik, als je dit kijkt op YouTube... Oh nee, dit krijgt hij gewoon... Nee! Wat? Nee! Oh nee. Nee! Oh nee. Alles behalve dat! Is het Eevee? Nee, erger! Is het evolutie? Nee! Daarmee zou ik nog kunnen leven. Oké, okay, we gaan eens kijken. Want nu is... Oh nee! Dit is een Miltank. Oh boy. Oké, okay, hij is eerder dan ik. Dat is geen goed teken. Een freaking Miltank. Ga weg, Brock. Het moesten zou ooit terugkomen. Miltank. Pokémon Crystal Throwback. Ah, natuurlijk een critical snit. Ja, ik denk toch dat ik dan toch Aquarium ga proberen. Probeer toch mijn surf. Oké, je mist, dat is goed. Nice. Oh, bij een critical hit. Oké, waag het eens. Hopelijk, nee. Jij kunt geen milk drinken. Maar nou denk ik dat er een hyper potion gaat komen. Wauw. Yep, full restore. Kijk wat Virgil zegt. Het verdient niet om bij de naam genoemd te worden. Noem het maar het. It. Precies. Het is ook nog eens een keer een female version. En dan is het logisch. Want een mannelijke Miltank kan niet. Jawel. Ja, maar fysiek gezien niet. Een mannelijke koe heeft toch geen einde. Nee, dan zou het inderdaad een Tauros zijn. Ja. Hoe lang blijft die sensor wel niet actief? Lang. Oh, kom op, 2 full restores op Miltank?
Heeft hij geen Mildrink? Het is een gym! Nou, ik denk dat ik nog één... Ja, hoeveel damage doet dit act volgens mij? We gaan het gewoon doen. Jij doet zijn headbutt. Dan weet ik dat ik dat kan overleven tenzij dat de critical hit is. Oh, kom op zeg. Een sandstorm is maar normaal gesproken voor 5 beurten. Leafeon, je moet het doen. Mesblad! Special attack doen we niks mee. Miltank is neer. Ik bedoel, het is neer. Gelukkig waar. Gaan wij de streek breken? Gaan wij nou eindelijk tegen Brock gewoon winnen? Zonder een faal. Zijn laatste Pokémon is Sentret. Oké, GG. Nou, dat wil nog niks zeggen, hè? Het itches wat Sentret itches. Nou, we mogen in ieder geval als eerste. Nee, het is Mesblad. Hij gebruikt Amnesia om... Oké, het is over. GG! Wij hebben gewind. Au, 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 au. Nog een full restore? Serieus? Je hebt er al 2 gebruikt, dat is je limit. Nou. One hit KO met return. Daag. Doei. Tata en farewell. Nou, we hebben in ieder geval gewonnen. En take this badge. You got the boulder badge. Het grappige is, ik heb daar alle badges eigenlijk op mijn rode jasje van mijn Pokémon outfit gedaan. Cool. Ja, vonden ze inderdaad op kerstfest vonden ze ook wel gaaf. Kwamen ze echt zo aan van, ah, je hebt maar 4 badges. Keken ze op de andere kant. Never mind. Wauw. Maar goed, we hebben dus ook de Rainbow Wing, dus we zouden naar uh-oh kunnen gaan. Naar uh-oh. Maar we kunnen ook nog eventjes naar Sabrina toe gaan. En op zich lijkt het me wel leuk om een dubbele gym erin te gooien. Zullen we dan eerst Sabrina doen en dan naar uh-oh? Zouden we eventueel kunnen doen, maar uh-oh, ja, dat is dan weer terug naar Johto, hè. Dus misschien dat we dat dan inderdaad in de volgende. Ja, maar dat is wel makkelijk nou, hè. Met die train. Ja, ik weet dat dat makkelijk met die train kan, maar ik bedoel, Johto zouden we in de volgende misschien doen. Ik bedoel, ja, okay, hoe gaaf zou het zijn om nou door Mount Moon te gaan? Cause I'm hunting for an Umbreon, I think it's in Mount Moon. It's spooky and a lit in there, I hope I find it soon. Random encounters, ik weet het jongens. Maar we hebben hier ook heel veel trainers die we moeten battelen, yay! Trainer! Echt als... Oh, een Eevee is masterball. Huppakee. Ja, dan heb je gelijk een Eevee op level 70. En kijk, Raichu. Alola vorm. Nee, grapje. Ja, ze willen wel dat we naar Ho-Oh gaan. Maar we gaan eerst Sabrina. Nee, we gaan eerst naar Mount Moon. En dan Sabrina. Oké, hoor. Pap. Ja, doe maar gewoon een mesblad. Hoezo mis jij mesblad? Omdat hij mesblad mist. Er bestaat geen ontwijk. Maar het moet zo wel een passende locatie zijn voor Umbreon. Zie je, zelfs hun zijn het met me eens. Is maar eentje die het zegt. Ja, dus? Hun. Het is meervoud. Ja, dus? Nee. En uw punt wat is... Dat jouw Nederlandse opbouwing niet klopt. Dus?
Dus? Nou, dan heb jij wel Nederlands gehad op school. Ja. Dus? Maak je daar gebruik van? Ja. Dus? Gaan we weer beginnen met ja, dus? Ik probeer gewoon een... Ik snap jouw punt niet, waarom maak je er zo'n punt van? Nou, laat maar zitten. Goed zo! Tijd voor een dubbel battle! Nee. En ik denk dat eigenlijk Liefion hier het beste voor is om vooraan te zetten samen met... Bolt voor extra experience. Ik bedoel, als Liefion ze allebei tegelijkertijd neer kan halen. Ja. Dat is zo simpel. Maar moet wel allebei grastypes zijn of watertypes of zo. Een Hitmontop en Magic! Niet alweer! Oh mijn god! Serieus? Oh, waar is hij als je het nodig hebt? Mume, hoe kun je ons dit aandoen? De keer dat hij er niet is, wint je echt twee. It's two times in a row, man! Two times in a row! Wow! Magikarp. Ik sta hier van te kijken, jongens. It's magic, carp. Ja, maar magi means magic en carp means fish. What do you get when you put them together? Wrecked! Behalve als je toevallig een Eevee team bij hebt. Nu dat je magic carp hebt gewonnen, blijven ze maar komen. Ja, die is wel leuk, Fairy Tail. Daag, maak jullie geen zorgen. Op het moment dat ik Erik vandaag nog spreek, zal ik het zeker hem vertellen. Ja. En dan moeten we zijn reactie weten, hè? Oh, kom op! Stop nou eens met de hele tijd de tag te gebruiken. Je bent aan het stallen zonder reden. Kom op! Dat is met 50% kans dat dat werkt! Oh, hij is gewoon mijn pp aan het drainen. Heeft het te maken met dat ik Magikarp weer heb gehaald, of niet? Ja, maar we moeten hem nog wel vangen. Ja, precies. Klinkt nou eens op, stomme vliegen. Bah. Irritant. Nou, in ieder geval hebben we dus weer een Magikarp ontmoet. Alweer. Heel snel achter elkaar. Ik vind het wel grappig, in deze livestream hebben we dus weer een evolutie gevonden. Zelfs de Karp van de Karps. Dus we hebben de Phoebus familie compleet en de Karp familie compleet. Ja. Nou, eigenlijk zijn we ook alle... Nee, we zijn Espeon zijn we nog in één keer tegengekomen. Dus de Eevee, die is nog niet compleet. Want Eevee hebben we al gevonden bij Team Rocket. Umbreon hebben we gezien bij Team Rocket. En de enige die we nog niet hebben gezien is Espeon eigenlijk. En de rest hebben we. Nee, ik denk dat de titel dat een beetje te veel zal spoilen. Als ik in de titel neer ga zetten tot het Magikarp is, dan zou dat gelijk spoiler zijn. Moet uit onverwachts hoek komen. Sterkste versie van Brock ooit. Gyarados hebben we wel gezien. Sterker nog, die hebben we al gevangen.
Gyarados, die hebben we gevangen in de route na Mount Moon. Je weet wel, waar we, waar we met Misty hebben gevochten. Als je richting de elektro-dinges ging. Daar hebben we... We hebben Gyarados zelfs gevangen, dus... Je kletst! Dus nu nog Magikarp vangen. Ja, of we breeden, dan heb je ook een Magikarp. Ja, oké. Okay. Maar dat is oneerlijk. Chansey ziet er nog steeds creepy uit. Maar ja, Chansey die wordt gewoon one-hit, omdat... Chansey heeft een hele hoge special defense, maar een extreem lage defense. Heb ik hem? Nah. Brock X. Och, een Venonat. Wat leuk. Alsof ik die nog niet 300 heb gevangen ondertussen in de Efteling. Venonat. Nou ja, ik moet wel zeggen dat ik heel veel Magikarps heb kunnen vangen in de Efteling. Een stuk of 15 of zo. Wow. Ja, er waren er echt veel. Yeah. Zeker heel veel in de Piranha. Nee. Oh. In het Sprookjesbos. Maar ze hebben geen vissen-sprookje. Nee, in het Sprookjesbos. Je weet wel waar hoge bomen veel wind vangen. Nee. Het Sprookjesbos. Meen je dat? Ja. Niet te verwarren met het Sprookjesbos. Het Sprookjesbos. Ik kom zelf heel vaak in de Efteling, maar ik weet niet wat het Sprookjesbos is. Je weet toch wel wat het Sprookjesbos is? Tuurlijk wel, ja. Niet verwarren met Sprookjesbos, hè? Nee, Sprookjesbos, dat is gewoon... Nee, dat is niks. Maar het Sprookjesbos. Oh, kom op! Nee, ik speel geen Pokken. Want Eevee is niet playable. En Typhlosion ook niet. Ik bedoel, Smash, oké, daar is Eevee ook niet playable, maar Smash is niet helemaal Pokémon is niet alleen op Pokémon gericht. Nee. Dus... Want Smash had in het begin ook alleen maar eerst Pikachu van Pokémon. Ja. Al moet ik wel zeggen tot Smash voor mij... Ik moet eerlijk bekennen, ik heb meer Smash op de Wii gespeeld... ...als tot ik Smash op de Wii U speelde. En dat heeft te maken met geen leuke story mode... ...en serieus, wat de F doet Cloud daar? Ja. Oh, maar dan Fairy Tail, sorry, maar... SPOILERS! We hebben al een Gyarados gevangen. Spoilers! Waarom kijk je deze stream? Ja man, dan heb je last van... SPOILERS! Nou, we zijn in ieder geval voor het gras van Mount Moon. Misschien komen we hier wel een Magikarp tegen. Of gewoon Eevee. Gewoon niet geëvalueerd, gewoon Eevee. Goeie avond, Volpen. Sorry? Wie? Voltmunt is aan het kijken. Oh, Voltmunt, ik zie het, ja. Hoi, Voltmunt. Melon. Nine. Niet meer doen. Niet omdat het moet. Maar omdat het kan. Maar waarom kan het? Nou, die wil nou nog een worteltje hebben. Dat is het probleem met Mel. En als die eenmaal één wortel heeft gehad, dan is het van... Ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer. Dadelijk misschien. Nee, nee. Oh, double kick. Nou ja, volgens mij is dat nog altijd beter dan tackle. Nu, tackle. Surskit. Waterbug type. Bolt is level 29. Bolt, ik vind dat je het nou een keertje moet proberen. Nee, niet doen. Slecht idee. Slecht doen. Nee.
Waarom? Slecht idee. Geen idee. Mark my words. Oké, hij is al sneller als een... Oké, hij gebruikt nou agility, dus waarschijnlijk zou hij nou wel sneller zijn, maar... Ik denk dat Bolt dit wel aan kan. Hij gebruikt Baton Pass. Om zijn agility door te geven aan Slaking. Oké. Dan moeten we inderdaad gaan swappen. Ja. Ja, dan doe toch maar Livion, want die heeft een hoge defense. Oh my god, hoi Erik. Hoi, ik ben er weer. Oh mijn god, nu, nee! Oh, dit doet pijn! Nee, Erik. Oh. Wat? Mag ik het vertellen? Ja, doe het maar. Oké, er zijn niet één in deze stream, maar twee Magikarps zijn gekomen. Wat? Ja. En helaas, beide bij trainer battles, dus ze konden hem niet vangen. Aww. Brock had een Magikarp. En een trainer dicht bij Mount Moon. Oh, wacht even. Was ik dat niet? Nee. Ik was namelijk nog op zoek naar mijn Gyarados. Die is naar Mount Moon geplet. Ja, hij heette geen Erik. Oh. Nee, dat zou helemaal komisch zijn geweest. Maar we hebben ook ondertussen weer een nieuwe evolutie in ons team zitten. Dat is ook waar, ja. I found Jolteon! Oh, nice. En die heeft de naam Bolt gekregen. Die is ingezonden door Snoopy Timmermans. Ah, oh, leuk. Dus, maar ja, echt de hype was real toen we in één keer Magikarp zagen. Dat was de eerste Pokémon van Brock. Ja. Met de aanvallers. Dus ja, dan kun je nagaan. Wij stonden dus echt al zo van... Sweet Mystical Bouncing Dragon, piep! It's Magikarp! You have magic. Ik voelde me nog nooit zo enorm voet. Dus, Ja. Maar ja, misschien kunnen we hem hier in het wild nou tegenkomen, jongens. Oké, dus Bolt kon het inderdaad aan. Ja, dat zei ik toch? Waarom heb je geen vertrouwen in Jolteon? En vergeet niet, we zijn ook nog steeds een Jolteon X-card aan het zoeken voor onze Erik. Dus, Ik heb wel trouwens een hele belangrijke les geleerd. Livestreamen en training card game gaat niet samen, zeker niet als je met Robin in een Skype call zit. Hey, je hebt een toernooi gewonnen. Ja, en ik heb ook een toernooi verloren. Maar dat kwam niet door mij. Jawel, want je was de hele tijd aan het leuteren. Sterker nog, het was zo'n close battle geworden door jouw geleuter tot de eerste wedstrijd. Ik wou je fans bezighouden. Jij deed dat niet. Nee, ik moest focussen. Dat had ik gezegd. Als wij twee met elkaar leuteren tijdens een toernooi in training card battle, is het voornamelijk heel tactisch nadenken hoe we het kunnen winnen. Ja, oké, dat konden we helaas nou niet in verband met dat hij dan een delay had van 10 seconden. Oh ja, wacht even, dat is inderdaad zo. Jullie, nee, ik krijg dadelijk een woordeltje. Oh. Die zitten nou echt zo van, wij gaan toch wat irriteren, maar wij willen wortels. Die gaan dan alles lopen bijten. Nou, kom op jongens, we willen nou een Magikarp of een Eevee. Want ja, de Carp-familie is nou compleet. De Feebas-familie is compleet. We missen alleen nog eigenlijk Espeon, die hebben we nog steeds niet gezien. Dat is de enigste evolutie die we nog niet hebben gezien. En dan de evolutie familie compleet. Nou, gewoon heel Eevee compleet, want Eevee hebben we ook al. Ja, dat zag ik ook. Maar ja, als wij Eevee tegen zouden komen, of stel je voor inderdaad dat Eevee is. Ja, zou ook wel leuk zijn eigenlijk. Eigenlijk zou het leukste zijn geweest als de Red Gyarados een Eevee was, want dan hadden we Shiny Eevee gehad op level 30. Dat zou wel grappig zijn geweest. Oh nee, level 20. Nee, 30. Zapdos! Ja, maar dat leuker geweest was het gewoon een Shiny Magikarp had geweest. Was hij goud? Ja. Want dat is 100% goud. Hoe werkt dat? Who freaking cares?
All I know it's worth more than your pathetic life. Die was toch van Doomshed? Dookieshed. Dookieshed. Ja, als er iets ergens gereferenced wordt, dan zeggen wij gelijk welke YouTuber dat het vandaan komt. Ik zal heel veel nog voor de zekerheid kijken hoe je het spelt en dan zal ik het wel even in de chat zetten. Okay. Let wel op streng voor taalgebruik. Wauw. Snuk wat je vraagt, heeft nee een evolutie dan? Ja, dubbel nee. Nee, nee. Nee, gewoon nee. Dubbel nee. Is nee een evolutie? Nee. Nee evolved into nee. Maar ja, misschien komen we wel een Magikarp tegen in Mount Moon. Toch? Toch? Ik hoop het. Ik hoop het ook. Nou, we hadden het er al ook al over, want we begonnen al gelijk voor een random encounters. I'm hunting for an Umbreon, I think it's in Mount Moon. It's spooky and a Linton there, I hope I find it soon. Ah ja, we hebben nou Jolteon, maar ja, we hebben geen Flash. Flash. Oh. Oh. Je weet toch wel, Phoebus en Milotic, hoe dat je het ook uitscheldt. Het is zo niet boeiend dat we het ineens weten. Nee, het is Milotic. Of is het Milotic? Drifloon, dat is toch ook een ghost type? Ja. Dat is die ballon. Ja. Nee, niet dat ik daar dan return op probeer. Nee, evolves in nope. Die vind ik ook goed. Nope. Nope. Wauw, Bolt is gewoon al level 30. Vergeet niet, in de vorige aflevering hebben we hem gevangen op level 2 en hij is nu al 28 levels gegroeid. Dat ging snel. Ja, Ghostline ook goed. Ja, je mag de linker wel neerzetten hoor, Erik. Oh ja, ik kan natuurlijk ook een link natuurlijk dumpen. Ja, jij wel natuurlijk. Ja, dat ken jij toch ook? Je hebt het ook... Ik ook, ja. Ik word echt helemaal gek van dat ene vliegje en ik krijg hem maar niet gegrepen de hele tijd. Ik ga dan wel direct linkje naar de Magikarp doen. Sweet Mystical Bouncing Dragon. Bloep. Ach, ik mag mezelf niet meer healen. Wat gemeen van jou, Solrock. Dat is gemeen. Zo, dat is een oude gimmick. Wat? Gemeen. Ja, ik hou altijd wel van een beetje oude catchphrases weer uit de boterdoos halen. Dat is al sinds Super Mario Galaxy 2. Ah, gemeen. Maar, ja, dat vond ik ook wel grappig. Er was laatst op een video dat er iemand aankwam van, wat nou weer boter? Toen ik echt zo aankwam van, ja, dat is een reference van. Ja. Check Mario 64, je weet het antwoord snel. Nou, we hebben net dus een fotootje gemaakt en op Jaxel lijkt een beetje op een wannabe Umbreon nou. Sorry, Leroy. Goed oud, gezond hout. Oh, nice. We hebben Registeel geburnt en geflinched in één beurt. Nice. Burr. Alsof één status effect nog niet genoeg is. Oh, tot ziens, Smikkeltje. Oh, trouwens, we hadden nog... we hebben weer een Generation... Oh, doei, Smikkeltje. We hebben nog een Generation Pack geopend. En er zat een Charizard X kaart in. Oeh, nice. Oh, daar was ik dan weer net niet bij, nee. Moet ik eten. En die heeft op zich ook wel een leuke ability.
Wat voor ability? Twee vuur... twee vuur energie, dan kon die... Of was het één vuur energie? Weet niet meer. Eén of twee, dan kon die vuur uit het discardpaal halen. Volgens mij is die vlieger met een strot gevlogen. Gratis vlees, gadverdamme. Ah, goed, goede eiwitten. Vitamines. Insecten bevatten voornamelijk veel eiwitten. Ja. Nou, fijn. En kotsneigingen, bah. Maar ja, dat was dan zijn ability in zijn tweede. Dat was dan voor 4 energie tot hij 80 damage deed. En dan mocht je 2 muntjes opgooien en dan deed hij 40 per muntje meer. Nou, je hebt uiteindelijk zijn eerste ability nog steeds niet verteld, want je was... Tot hij 1 of 2 vuur energie kostte. En tot hij dan inderdaad vuur uit de graveyard naar zijn eigen ding om kon geven. Ah, nice. En volgens mij deed dat 40 schade. Oeh, dat is wel awesome dat je die hebt, Jobro Play. Ja. We komen heel veel watertypes tegen. Ik lief veel, die poont hier alles ondertussen. Je kan ook dan bolter gewoon inzetten. En onze goede vriend Captain Ant, Captain N, die was trouwens ook gekomen. Oh. Die wilde volgende keer zijn Eevee en evolutiekaarten meenemen om te kijken of ik daar ook nog iets mee kon. Ah, dat is leuk. Ja. Tenminste, ik dacht dat dat Captain N was. Iemand in de chat zei dat, maar ik weet niet meer precies wie dat zei, want er is heel veel verhalen geweest. We zijn ook pas 4,5 uur aan het livestreamen. Pas, ja. Pas. Soms ga je lang door. Nou, bij deze heb ik het expres gedaan, want we zijn vroeg begonnen, om 5:30. Ja. Yeah. En dat heb ik expres gedaan in verband met dat ik niet bij de Pokémon Go Meet was. Ja. Yeah. En het was tot nu toe nog heel gezellig. Ja, daarom. Dat is mooi. Nou, ondertussen... Lucario. Oei. Beste naam voor Lucario, Luario. Dankjewel, Leroy. Die had te zijn een Luario genoemd. Oké. Okay. Oh, jij gaat een vuuraanval op mij doen. Wow. Dankjewel, nou ben je dood. Of een Lucario die een vuuraanval kan. Ja, op het moment dat een Pokémon me first doet, doet het hij eerst de aanval die jij wou doen. Ja, oké. Okay. En ja, dat is nou niet handig dat je dat op een Flareon doet die inderdaad Fire Fang probeert. Yep. Want dan wordt namelijk de aanval van de Flareon, die wordt sterker. En sterker. En sterker. Oké. Okay. Maar ja, nou is Erik erbij, dus hopelijk komen we nou nog een Magikarp tegen. Ik straal gewoon goede Magikarp energie naar de stream nu. Nou, ik denk het in één te zijn niet, want bij elke stream dat Erik erbij is geweest, en dat is ongeveer bij elke, hebben we geen Magikarp gevonden. Toen is hij er niet bij geweest, hebben we er 2 gevonden. Maar, ik kan goede energie instralen. Dat deed ik toen ook, toen je de Generations ding kocht. Toch? 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 Ja, en ondertussen hebben we al 12 pakjes opengemaakt en nog steeds het kaartje niet voor jou gevonden. Jolte, wat hebben we nu hier gevonden? Toen jij er niet bij was. Yep. Nou ja, nu ben je er weer bij. Hartstikke gezellig. Ja. Dat is het belangrijkste. Het is leuk dat je het op hebt. Waarom lukt het jou 2 keer in het... Oh. Hij is gemeen. Nee, de 3e keer gaat jou niet lukken, want dat is maar 25% kans dat het lukt. Het is net zo irritant als een Pokémon Trading Card Game tot er iemand de hele tijd gewoon kan paralyzen met zijn coinflip. So not fair. Dankjewel, Mickey. Oh, no problem. Leafeon kan... Oh, nou, op zich...
ja, Giga Drain. Ik heb hem heel soms gebruikt, maar Last Resort kan heel erg handig zijn, aangezien dat Leafeon een fysieke aanvaller is. En Leafeon is al op level 50, hè jongens. Dus die is nog 21 levels. Red, niet gebleven. Ja, die hebben we ook echt wel nodig tegen Red. Ja. Volgens mij zijn dit dezelfde encounters als die we daar net tegenkwamen, dus. Moet toch even kijken voor de grap. Ja, zijn dezelfde encounters. Mm. Oh ja, ik moet Jobro dadelijk nog even 3 codes toesturen, dat moet ik niet vergeten. Oh ja, dat is waar ook. Oh mijn god, het is Azurill! Sorry. Oh, maar het was trouwens wel grappig. Dat doet me eraan denken. Brock had daadwerkelijk echt types die bij zijn gym die je zou verwachten. Behalve Magikarp dan. Ja. Hij had bijvoorbeeld een Pupitar. Oké. Okay. En dat andere grondtype beest, die hippo... Hippopatat. Hippopatat. Houd het maar gewoon op hippopatat. Mimmy, je zou kunnen dat je goede energie uitstraalt, maar misschien geen positieve energie als het op Magikarp aankomt. Maar ik ben een Magikarp trainer. Ja, maar ik ben een Eevee trainer en je weet hoeveel moeite dat ik met Eevees heb gehad. Ik ben toch tot nu toe ook geen Eevee tegengekomen. Ja, oké. In het wild, moet ik dan zeggen. Ik vind het wel grappig, want er zijn wel elke buurtype starten tegenkomen die ik kunnen vinden. Yay! Maar ja, ik hou het er nog steeds op. Red heeft gewoon een team vol met Magikarps. Nou, wij zaten inderdaad te hopen dat Brock ook al een tweede Magikarp zou hebben. Ja. Yeah. Want het was echt de eerste Pokémon. En hij zat echt van, oh my god, en ik zat net, dit is een grap hoor. En op een Magikarp en zo, oh my god, nee. Nu ook Erik er niet bij is. Ja, dat is wel een epic gym gevecht voor de eerste van de Kanto-regio. Ja, want Lieutenant Surge en Misty, dat waren nog algemene, ja. Douchebags. Maar ja, ja, van Brock hebben we wel in één keer gewonnen zonder één keer te falen. Echt, serieus, blijf je nou de hele tijd van mijn scherm vliegen? Ik dacht dat ik in mijn bakkers had. Hij heeft versterking ingevraagd. Zijn broertje. Maar goed, Mount Moon. Waar hebben we Mimmy tegengekomen? Hey Zepi, you're in Kanto here too. Some of the trainers here are tough, which makes them easy to train, my Pokémon. Zepi, I know you are strong, but I can't help but challenging you. Wij moeten tegen Mimmy gaan vechten. Yay! Heeft hij uiteindelijk zijn Magikarp? Ja, toch? Ja. Hij begint met de Nidoran, level 46, met de aanvallen. Ik heb geen flauw idee, het boeit me ook niet. En een andere aanval, en nog iets. Had jij Mimmy niet de Geo Junior stem gegeven? Hé, Mimmy. De wat? De welke stem? Ja, van Pokémon Crystal. Ja, dat, de... Hé, loser, me! Ja. Die. Ja, die heb ik hem inderdaad aangegeven, maar ik wou hem nou in verband met... Hij is hier nou niet meer evil, hè? Hij is hier nou goed, omdat het evil punt dat stopt naar de league. Ja, oké. Okay. Dus goed, grijp je mee nou. Ja. Plus hij is teleurgesteld, want hij is namelijk langs Brock geweest en die had een Magikarp. Ja. Maar ja, misschien heeft hij nou zelf ook een Magikarp. Nou, hij heeft een Latias. Eerst of hij nog een andere legendary. Hoe kom je aan die legendaries, Erik? Internet? Internet? Ik ook niet. Misbal ken ik niet echt voor een aanval. Special attack, oké, dat maakt niet uit. Nou kunnen we Last Resort gebruiken. Oftewel, get wrecked! Misbal kunnen we nog wel eentje overleven. Toch?
Nee, dat kunnen we niet. Ouch. Arme Leafeon. Oh. Oké, okay, firepower. Bite, dat is wel zo... Waarom ben jij zo snel? Oh ja, het is een legendary. Nou ja, een Zen Headbutt kunnen we ook wel aan. Ja, met de aanballen vallen, vraagteken, nog vraagteken. We don't care. Precies. Oké, okay, laat die als eens neer. Lekker paar. Bolt is weer een leveltje omhoog. Rhyhorn! Waarom heb jij een Rhyhorn? Nou, ik wou een bal naar een Magikarp gooien, maar er zat een steen in de weg en blijkbaar was die steen een Rhyhorn. Aha. Klinkt logisch. We zullen er even overheen. Frostwadder is super effectief. Ja, maar Flareon ook. In verband met bijt. Aquarion gaat een level omhoog. Oh, nou komt zijn Wishcash. Aangezien dat ook type grond is. Ik kan hem gewoon Vaporeon gebruiken. Sorry, Aquarion gebruiken. Ik weet niet waarom, maar eerst dacht ik altijd dat het een water-elektrisch type was. Omdat ik hem heel veel vond lijken op Lantern. Yep. Earthquake kan best wel Dat deed best wel veel. Ja, mijn Pokémon zijn wel sterk. En nou gebruik die rest. Het is echt jouw Wishcash. Ja, natuurlijk is het mijn Wishcash. Jouw gestolen Wishcash. Ja. Bolt is inderdaad de snelste Pokémon. Het enige verschil is... Bolt is nogal underleveled. Die is nou net bijna... Die is nou net iets over de level 30 heen. Maar, het kent Snor! Ik dacht natuurlijk dat... kent het Snor. Ik ga hem geen rest geven als hij geen Snor kent. Wauw, dit is de eerste keer dat ik een NPC eigenlijk tegenkom die hem zo gebruikt. Oh, nou gebruikt hij weer geen... Logica, zo niet zit. Sorry, ik was heel vergeten mijn beurten te tellen. Nou komen we bij Carnivine. Bolt, je gaat gewoon proberen met je level 33. Want dat je... Wacht even, Carnivine, is dat niet dat is toch die water-Pokémon of is dat die... Nee, dat is die gras-Pokémon. Whoops. Ik dacht dat het dat andere waterbeest was. Ik ben zo goed met nieuwe Pokémon, heb ik je? Nee. Oh ja, dat is mijn leftovers. Zeker is dit nog tot nu toe wel een spannend gevecht. Maar nog steeds geen Magikarp. Hij heeft hierna nog één Pokémon, hè? Dus Magikarp, hype, alsjeblieft. Ja, heb je al een... er wordt gevraagd of je al een Magikarp hebt op Pokémon Go. Oh, Magikarp heb ik genoeg op Pokémon Go. Sorry, Gyarados. Oh, Gyarados. Nee, Gyarados heb ik nog niet. Al vind ik dat minder grote prioriteit dan Magikarps, maar ik zal wel even snel kijken hoe snel ik al een... Je laatste is een Furby. Een Furret. Dus dat Erik een Magikarp heeft, de Pokémon, Heart Gold, Pulse Silver, is weg. Nou nee, je kunt hem nou nog, na deze battle kun je hem nog tegenkomen bij de Pokémon League. Dat is de enigste plek waar dat hij nog eventueel... Want dan heeft hij weer een nieuwe set Pokémon. Dus de hype is nog steeds real. Ja, nee, en... ik moet nog redelijk wat Magikarp vangen om een Gyarados te krijgen.
Nou, ik ben over de helft. Dat ben ik ook al. In principe, qua candy zit ik nu op 275. Oh, dat is nice. Ja. Oh, niet sucker punch doen. En niet ontwijken de hele tijd. Ik heb nu 25 magic carbs. Dan heb je er toch een paar getransferd dan. Ja, ik heb er wel een aantal getransferd. Want ik wil toch wel ook een beetje naar die Gyarados toe gaan. Ja, ik vond het wel grappig tot mijn zus die had echt zoiets van... Die durfde in één keer geen Magikarps meer te transferen toen ik te vertelde over Erik. En toen zat ik daar echt zo'n paar Magikarps weg te transferen. Waar ben je dan mee bezig? Ik zeg Magikarps aan het transferen. Ja, maar dat mocht ook niet. Ik zeg, ik ben een Eevee trainer, geen Magikarps trainer. Want ik heb een hele stapel met Eevees op mijn Pokémon Go staan. Waar de naam Stevie vandaan is gekomen, dus... Yep. Hé, Erik. Maar Stevie is ondertussen al geëvolueerd naar Stevion. Ja, maar onze nickname, dat blijft Stevie. Ik heet nou Pokémon Go, heet nou Dr. Stevie. Maar ik bedoel, de Pokémon die ik hernoemd had naar Stevie, waar die nickname vandaan komt, die is al geëvolueerd. Dat is nu een Vaporeon geworden. Nou, dat is eigenlijk in Pokémon Go de sterkste daar nu. Ik vind het echt zo erg wat we met Jolteon gedaan hebben in Pokémon Go. Ik heb echt medelijden met Jolteon. Ja, balans is af en toe ver te zoeken. Ja. Bijvoorbeeld Onix. Ja, dat is al helemaal een ramp. Onix, dat stelt helemaal niks voor in Pokémon Go. Voor de Pokémon Go spelers, serieus, als je een 10 kilometer ei hebt, dan zoek eerst de Magikarp voordat je hem uit laat komen. En bid naar die Magikarp toe tot het geen Onix zou gaan worden. Want je zult heel erg hard teleurgesteld worden. Ja. Kijk, heb je hem nog nodig in je Pokédex? Wees er blij mee. Maar een 10 kilometer ei, je kunt een Eevee krijgen. Yep. En als je dan heel eventjes dat stomme, stinkende, stomme slangenbeest van steen ziet... Dan ben je verdrietig. Dan ben je heel verdrietig. Want een Onix, als hij zijn balkje helemaal vol heeft... dan zal hij nooit een hogere CP krijgen als 400. Bij zo'n level van 22 ongeveer. Ja. En gemiddeld nog niet geëvalueerde Pokémon zit daar al overheen. Laat staan als ze evolueren naar de laatste vorm. Onix kan niet evolueren. Om heel eerlijk te zijn ben ik blij dat Watergun genurfd is. Ik bedoel, overpowered, dat is nooit leuk. Inderdaad. Yep. Oh ja, trouwens, wat ik ook heel erg jammer vind, is hoe erg dat Mount Moon wel niet genurfd is in Heart Gold Soul Silver. Ja. Vergeet niet, in Red, Blue en Yellow, Mount Moon was een van de ergste dungeons waar je in kon komen. In verband met al de Zubats, al die Latiossen. Sorry. We hebben al die Zubats die je daar tegenkwam. Team Rocket, de Helix Fossil of die andere, de Dome Fossil die je daar kon krijgen. Hele Dolhof. Het was echt een hele grote cave waar je gewoon doorheen moest. En in Heart Gold, Soul Silver of zelfs in Gold en Silver, daar is er geen cave meer. Daar is het een klein stukje en op een maandag kun je daar een Clefairy vangen en that's it. Ja. Yeah. En ik loop hier nou rond om eventjes te kijken wat hier de random encounters zijn. Misschien komen we nog een Umbreon tegen of een Magikarp. Dus Flareon is een van de betere evoluties in Pokémon Go. Ik denk dat Mount Moon alleen maar één Gyarados te vinden is. Ik ben hem al tijden kwijt. Ja, je ziet hoe klein dat... Ik denk dat Gyarados hier inderdaad flink verbouwd heeft, want... In drie jaar tijd is Mount Moon toch behoorlijk klein geworden. Die heeft aardig wat tunnels in laten storten. Sorry dat het een beetje saai is geworden in Mount Moon daardoor. Ach, kijk nou toch eens een Ivysaur. Oh, sorry, een Ivysaur. Zo, dat was heel slecht. Kijk, nog niet eens meer voor elkaar, zo erg is het. Hmm.
Heracross, hartstikke leuk. Maar Fairy Tail, als Flareon Fire Blast leert, Flareon is een fysieke aanvaller, geen special aanvaller. Dan vraag ik mij toch af, hoe kwam je ook alweer dan? Is dat alleen maar op maandag dan toegankelijk? Denk het. Ik zal eens even kijken. Het jammeren is dat hij geen Fire Blast heeft. Wie? Flareon? De mijne die heeft wel Fire Blast. Even kijken, je hebt hier deze ledge. Ja, nee, dan moet je de huis inderdaad in. En dan zou er ergens een andere doorgang zijn, geloof ik. Maar nee, je kunt hier naar beneden springen. Toi. En dan kom je hier. En dan zie je hier. Kijk, Clefairy! Clefairy! Ik haat die aflevering nog steeds. Dat heeft echt zo lang in mijn kop gezeten. Dat je naar school toe gaat en op de fiets zit. Clefairy! 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 Bij mij blijft heel lang het dikle dik, dikle dik. Trio, trio, trio. Dat bleef heel lang in mijn kop hangen. Ik weet niet eens meer hoe dat die professor heette, maar dat was ook zo irritantje. Ja. Ja, en ik heb niet echt zoiets wat bij mijn hoofd blijft hangen. Ja, nee, dat zijn echt de mensen die... Niet hartelijk bedoeld, maar dat zijn echt de mensen die, ja, jouw leeftijd hadden of zelfs 10 jaar waren op het moment dat Pokémon kwam. Dat Pokémon echt voor het eerst kwam. En daarom. Maar ja, ik weet dat op Netflix is de eerste serie nou ook te vinden. Wel, nou ja, een beetje de helft ervan. Dus kun je wel de eerste afleveringen van kijken. Of je kijkt ze via Pokésins, waar dat ze gelijk afgekraakt worden. Zoals Kangas Kankit. Ik ben ze nou ook via Netflix van kijken. Ook X en Y trouwens. Jammer dat ze X, Y en Z nog niet hebben. Maar in Pokémon Go heb je geen special defense, special attack. De enige stats zijn HP, CP attack, defense en speed. Oké, okay. Even over Pokémon Go. Pokémon Go is niks. Maar dan ook niks vergeleken met de oorspronkelijke Pokémon. Kijk niet naar stats of wat dan ook. Pokémon Go is vergeleken met een gewone Pokémon klets. Yep. Dus vang gewoon je favoriete Pokémon en daar draait het alleen nog maar om punten. Precies! En dump Magikarps in gyms omdat dat de awesome is. Punten. Ja. Yeah. It's not about leaving your strongest Pokémon, it's about sending a message. Maar Magikarp is een sterkste Pokémon, bla bla bla. Magikarp will rule over the world. Maar ik zie dat deze aflevering ook alweer bijna tegen een uur aan zit. Dus ik denk dat ik hem hier ga afsluiten. Dus de volgende keer in de livestream en natuurlijk op YouTube. Dan gaan wij richting Sabrina. En daarna gaan we richting Ho-Oh. Dus ik denk jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk als je tijd voor hebt. Wil je zelf een keertje aanwezig zijn bij zo'n livestream? Link staat in de beschrijving voor Twitch. Druk op follow. En als je op follow hebt gedrukt, dan... ja, als je je notificaties aan hebt staan... krijg je een notificatie binnen op het moment dat ik live ga. Hartstikke leuk. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende video. Doei. 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 Doei.